Het Wageningse Bevrijdingsfestival mag dan voor de 130.000 bezoekers over zijn. Voor deze mensen begint het nu pas allemaal. Of liever gezegd, begon het gisternacht al om 12 uur. Toen het Bevrijdingsfestival was afgelopen. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt. Ja hoor, we hebben heel veel opgeruimd. Nou heb ik bijna de vrachtwagen vol. En vorig jaar had ik hem niet helemaal vol. Er zijn veel mensen geweest, hè? Ik denk 130.000 misschien. Heb je er zelf ook tussen gestaan? Nee, ik heb 's middags geslapen. Want wij moesten om 12 uur beginnen. Alle respect hoor voor de opruimploegen als je deze rotzooi ziet. Portemonnees, blikken, bier, hij doorzet hem mee nog maar een slokje. Ja, scheidt op een moeilijk probleem. Het is alleen maar blik, papier en ja, alles zit door elkaar in gemieten. Dus het is een gezellig feestje geweest volgens mij zo te zien. Hè? Of niet dan? Die zuigt alle blikjes en alles zuigt hij op. Anders is het geen doen. En dat gaat gewoon ideaal. Maar niet alleen de reinigingsmedewerkers moeten vandaag de handen uit de mouwen steken. Bijna elke winkelier stond vanochtend zijn stoepje te boenen met extra geurige zeep. Je hebt natuurlijk altijd wat wildplassers. En wij hebben een rolluik ervoor zitten. En ze vinden het prachtig om tegen het rolluik aan te plassen. Als er meer dan 100.000 mensen in de stad zijn, dan wil het wel. Er zijn er gisteren dan ook duizenden liters bier doorheen gejaagd. Ja, dat geeft hoge nood natuurlijk. Toch zegt geen enkele winkelier het Bevrijdingsfestival in Wageningen kwijt te willen. Zoveel bezoekers brengt dan natuurlijk ook het nodige geld in het laadje. Elk jaar blijven. Zeker weten. Het is een prachtig evenement en dat moet ook nooit verloren gaan.